Dit is gewoon niet voor de club. Het is ook voor het Nederlands voetbal is dat erg. Gisteren was het drie maanden geleden dat je gewoon in de, in de finale stond van de Europese En je kan jezelf nu nog niet eens plaatsen voor het hoofdtoernooi. Hoe anders was de sfeer na 11 mei? Ajax schakelde Olympique Lyon uit. En stond voor het eerst na 21 jaar weer eens in een Europese finale. We zijn er, we gaan ons toch al. En dan gisteravond. De supporters in Café Kuiper waren na afloop niet te genieten. Het zou echt een klote jaar worden. Want ook al verloor Ajax de finale redelijk kansloos van Manchester United. Internationaal stond de club weer op de kaart, stond ja. Belangrijke spelers vertrokken, ook jongens die al jaren bij Ajax rondliepen en die makkelijk altijd baas hadden kunnen spelen, een Riedewald, een TT. Toen haal je dus een een Oostenrijker binnen, weet je, waar ik niks van weet, weet je, en dat is ook een jonge jongen die ook nog niet klaar is voor het grote werk, dus die had eigenlijk ook nog een jaar in de Jupiler League moeten spelen. Maar wie moet er dan in de spiegel kijken voor deze bijna ongekende blamage? Nou ja, in ieder geval technisch hard. Daar, daar, die zijn eerst verantwoordelijk voor, uh, voor de prestatie, uh, wat er geleverd is op het veld. Blijven zij in deze filosofie volharden? Dat er eerst mensen weggaan en dat ze dan hals over de kop mensen gaan halen? Ja, dan moeten er mensen uit uiteindelijk. Want de selectie van Ajax speelde tegen Nies en Rosenburg vier kwalificatiewedstrijden en won er niet één van. Als jij uh, een kans krijgt om nog de Champions League te kunnen spelen, ja, dan ga je je elftal daarvoor al versterken. Feyenoord had alles klaarstaan, heeft de selectie nu klaar. Gaat met een goede selectie de Champions League in, dan moet Ajax dat ook kunnen. Zeker met die dik, dik gevulde bankrekening. Toch denken beide heren dat de vroegtijdige uitschakeling van Ajax maar een incident is. Ik kan me niet voorstellen dat dit elk jaar uh, gaat gebeuren. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Uiteindelijk zijn wij daardoor wel sterker geworden. Want wij kwamen dus weer Europese Spelen. Ja, en toen wonnen we de Wave Cup.